Hoi jongens en meisjes, dit is een instructiefilmpje over het werken met Oost-Indische inkt. We hebben drie dingen nodig. Inkt natuurlijk, je kroontjespen en natuurlijk je ontwerp. Om te beginnen ga ik nu even het scherm naar beneden doen, want dan kunnen jullie even met me meekijken. Om te beginnen werk je altijd van boven naar beneden. Waarom is dat? Dat heeft te maken met dat je anders met je vuist over het ontwerp en de inkt gaat en dan veeg je dat helemaal door je ontwerp heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Goed, om te beginnen doen we de punt in het potje. En want hoe langer je dat erin houdt en hoe dieper je gaat, hoe meer inkt je aan de pen krijgt. En hoe dikker je lijn ook wordt. Ik test het altijd even aan de zijkant. Dit is een beste dikke lijn. Als je heel secuur moet werken, is dat juist niet de bedoeling. Dan zou ik wat minder aan je punt doen. Ook moet je werken, als je rechts bent, dat je van links naar rechts werkt. Ben je links, werk je van rechts naar links. Ook om het vegen te voorkomen. Nu heb ik een mooie dikke lijn gezet en het is de bedoeling dat je zo geleidelijk mogelijk die lijn verder doortrekt. Je zo min mogelijk probeert te vlekken. Kijk goed waar je de lijn dus neerzet om het vegen te voorkomen. Ook een handige tip is dat je niet met de punt te hard drukt. Want wat krijg je dan? Is dat je punt splijt. In het begin ziet het er mooi uit, een mooie dikke lijn, maar uiteindelijk zul je zien dat het twee dunne lijntjes wordt. En het lijkt mij niet de bedoeling. Dus probeer zo secuur mogelijk te werken. En het is wel zo, je moet best vaak weer je punt opnieuw in het potje steken om weer de inkt aan bij te vullen. Grote vlakken wat zwart moet, kan ik je adviseren om gewoon even een penseel te gebruiken. En ik vul hem helemaal verder in. Dus, even samengevat, let op de punt, dus druk niet te hard. En zorg ervoor dat je niet te veel inkt aan je punt hebt, anders krijg je al heel snel vlekken. Ik hoop dat dit duidelijk was en ik wens jullie succes.